En het gouden kalf voor beste montage gaat naar... Ruben van der Hamme, voor het prachtige Ze noemen me baboen. Ruben van der Hamme, beste montage. Dank jullie wel, wat een eer, godverdomme. Ik ben vooral heel blij dat zo'n belangrijke film deze erkenning heeft gekregen. En daarvoor wil ik vooral Sandra, mijn regisseur, heel erg bedanken. Met je enorme doorzettingsvermogen. Mijn producent Pieter van Huistee, de hele geweldige crew en het hele team. Mark, Tom, Alex, Jan-Jaap, Michiel, dat is Twitter. Celine, Rudolf, Watse, Dorette, Hans, Willy. Voor de NTR, Oscar en Marloes. Denise Asnam, die Anima, die daar staat, tot leven wist te brengen. Mijn allerliefste Hanne, schatje. Je bent de liefde van mijn leven. Met ons prachtige dochtertje Sammy. Mijn moedertje, mijn oude strijder. Ik zou dit kalf willen opdragen aan Menno Boerema en mijn vader Wessel van der Hamme. Sorry. Die overleden alle twee tijdens het maken van deze film. En hebben hem helaas nooit kunnen zien. Maar dankzij hun had ik hier echt niet gestaan. Dank jullie wel. Dank je wel. Gefeliciteerd. Beste montage, Ruben van der Hamme.